Dan moeten wij onze dank uitspreken aan donateur G. Adelaar. Deze donateur heeft gezorgd voor een postpakket met levensmiddelen. Donateur S. Elmond en mevrouw Dankerlui hebben gezorgd voor incontinentiemateriaal. Allemaal postpakketten uit Nederland. Wij hebben de levensmiddelen in stevige tasjes verpakt en daarna de distributie gedaan. U ziet eerst voorzitter Vismalen in beeld, waarbij hij zijn donateurs persoonlijk bedankt. Kijk en luistert u maar mee. Ook willen wij een speciale dank uitbrengen aan G. Adelaar, S. Elmond en mevrouw Dankerlui. Het zijn ook donateurs die ervoor gezorgd hebben dat we de mensen in nood kunnen helpen. We danken ze allen en zeggen godsrijkse zegen naar al deze donateurs toe. We kunnen niet altijd alles in beeld brengen wat we naar de mensen toe brengen. U weet, soms is het moeilijk om, ja, van, we maken pakketjes, dat je ze allemaal in beeld brengt. Maar we danken ze allemaal dat zij ook een steentje hebben bijgedragen. Soms plaatsen we de pakketjes bij elkaar, de spullen bij elkaar, dat we van een kleine pakketje een groot pakketje maken. En dank aan jullie allen die ervoor gezorgd hebben dat we al deze mensen die het heel moeilijk hebben, kunnen helpen. En we blijven vragen, help ons dat we ook meer mensen kunnen helpen. God bless en thank you. Mag ik u namens donateur G. Adelaar? We hebben pakketten verzameld. En ook hebben we koeken erin gedaan. Van haat naar mij, alsjeblieft. Ja. Dat is je koek, toch? Ja. En ik wil zeggen, dankjewel voor die pakketten. En ik ben zo blij met die koekjes, wat u me heeft gegeven. En ja, dankjewel. Nog heel hartelijk bedanken. Veel kan je voor 12 niet doen. Ik kan u een envelop met de financiële ondersteuning overhandigen. Ja. Dit is van verschillende donateurs die dagelijks 1 voor 12 ondersteunen. En we hebben van G. Adelaar, dat is een donateur, die een doos heeft gestuurd met taal van spullen, levensmiddelen. Dus dat ga ik u ook geven. Maar hoe gaat u de spullen dan meenemen? Ik moet een taxi pakken. Oké. Okay. Wat we? Want ik ben met bus gekomen. Ja. Oké, okay. Met die financiële ondersteuning kunt u misschien een taxi pakken en dan de spullen meenemen, hoor. Dank je wel voor die pakket en voor die envelop. Okay. Ja. Kijk, alsjeblieft. Ook van donateur Dankerlui, maar dat zijn, hebben we inkoopmateriaal gekregen. Maar dit is afkomstig van G. Adelaar. Ja. Je bent blij met het pakket? Ja, ik ben heel blij. Ik ben ook een mens met beperking. Voor deze gesten ben ik de persoon dankbaar. U merkt dat, kijkers, we vinden ons helemaal op het adres van Ronnie. U kent Ronnie, dialyse patiënt. En Ronnie helpen we vaak met incontinentiemateriaal. Ik mag u vertellen dat we dit materiaal hebben gebracht, pampers zoals we het noemen. Ze zijn heel duur, Ronnie, ik kan tegen de pampers, dus die, dus wij proberen te ondersteunen. Het materiaal komt van donateur Dankerlui. We hebben ook G. Adelaar. Dat zijn levensmiddelenpakketten, heb je ook gezien. Dus ik wil u namens donateur Dankerlui en nog een andere donateur dit materiaal overhandigen. Pamper na wat aan zij hebben nodig. Bij deze meneer Roscoe, ik heb een aanbod op u gedaan. En ik heb het gehad. Dankzij 1 voor 12 dat de mij lukt, de mij lukt me. En God gaat zegenen met alles wat je wil doen en wat je zal doen.